geen saaie rekensommetjes voor Jesse vandaag, maar vroeten in de woeste bosgrond. Alles moet eruit. Samen met zijn klasgenootjes van de Prins Willem-Alexander School in Soest is Jesse al de hele ochtend bezig in de Soester duinen. Niet met het planten van nieuwe bomen, maar juist met het weghalen van babyberkjes. Nou, ik ben lekker in de natuur en dan lekker ravotten. Jesse en zijn klasgenootjes ploegen dit stukje bos niet zomaar om. Dankzij hun werk blijft er straks ook nog ruimte over voor heidegrond. En dat is volgens begeleider Pieter Augustinus van groot belang. Berken produceren ontzettend veel zaadjes en daar komen dus ook heel veel boompjes op. En die groeien veel harder dan de heide. Dus als je daar niks aan doet, dan is over 5 jaar, dan staat hier geen heide meer. Maar dan is het 1 grote berkenopslag. De kinderen zorgen er niet alleen voor dat de Soester duinen er straks weer mooi bij liggen. Ze krijgen er van de gemeente ook nog geld voor. Dat weet ik niet. Daar heb ik nog niks van gehoord. Jesse krijgt het geld dan ook niet zelf, maar het gaat naar een goed doel. Dan moeten de kinderen wel een beetje doorwerken. En dat valt nog niet mee met al die afleiding. Heel, wat is dit? Wat is er ontploft? Toch is Augustinus niet ontevreden over het werk van de kids. Dit hele gebied stond vanmorgen een groen waas van die boompjes overheen en er is aardig wat uit. Er had er meer uitgekund, kun je hier ook zien, hè, er staan er nog een aantal. Maar er zijn er toch een heleboel uit. Het werk zit erop voor vandaag, maar er blijven nog genoeg berkjes over om te lijf te gaan. Daar mogen 2 andere basisscholen deze week nog mee aan de slag.